De nieuwbouw voor basisschool De Dromedaris in Beuningen vindt hoogstwaarschijnlijk pas na 2021 plaats. De feitelijke kosten voor de nieuwbouw zijn volgens het college van BMW veel hoger dan de oorspronkelijke geraamde 3 miljoen euro. In een brief aan de gemeenteraad becijfert het college dat nieuwbouw mogelijk meer dan 4,2 miljoen euro gaat kosten. De organisatie van Nederlandse gemeenten, de VNG, gaat er namelijk vanuit dat het bedrag van 3 miljoen met 40% moet worden verhoogd. Gezien de moeilijke financiële positie van de gemeente wil het college de besluitvorming over de Dromedaris uitstellen tot 2021.